Hold up. Ja, hallo, hallo und willkommen bei unserem Let's Play. Und heute fahren wir mit dem Iveco Allegrosway, der Schnellbus, im Connection Farbe. Vandaag rijden wij met de Iveco Crossway NL, LA, sorry, een van de laatste nieuwe bussen gemaakt in Omsie. We rijden met Duits kenteken Robbe. In kleuren van Connection met van binnen reclame van die Duitse baan. Weer bewegen met den bus. Oké, mensen, wij gaan niet langer lullen. Ik heb de verlichting al even aangegooid. Dat ziet er ongeveer zo uit. En we hebben al 4 minuten vertraging, dus we gaan gelijk vertrekken. Dat is hier. Rijden wij richting het station Oost. Via de IKEA. Dat is lijn 27 en die duurt 40 minuten, beste mensen. Nog in de Iveco-bus heb gezeten. Als ik er al eens in gezeten heb, volgens mij 1 keer of zo, maar dat is dan echt heel lang terug.
Hallo. Hallo. USB-aansluitingen hier zelfs. 12 volt, 24 volt. En hier nog een kleine radio en toestanden. Doe maar even een retourtje. Een retourtje voor meneer. Retourtje. Even een retourtje kopen, jongen. Ja. Hey, kan je mijn kaartje even aangeven? De knopjes doen het niet, of ligt het aan mij, beste mens? Kan je mijn kaartje even aangeven? Hey, hallo. Ja, hey. Hou je mond eens eventjes. Pardon, mag ik even wat vragen? Zijn we wakker? Zijn we wakker? Vriend, wil je van de bus gekikt worden? Ik heb even wat pardon, mag ik even wat vragen? Mag je niet? Zijn we wakker? Ik heb even wat. Zijn we wakker? Lul. Ik heb even wat. Zijn we wakker? Ik heb even wat. Zijn we wakker? Zijn we wakker? Ja, daar heb je kaartje, jongen. Ik heb even wat te vragen. Snel even, €1,50. Hop. Ik ben wakker, hoor. Hallo. Hallo. World Forum. A light here for International Convention Center. Er ook nog andere iBussen op deze map.
Vandaar ook de kleine lek. En er is gebeld, mensen. Er is gebeld, iemand wil eruit. Ik kan al raden wie dat is. Oh, groen. Snel even doorrijden, want we zijn al 4 minuten te laat momenteel. Ik hoor de ambulance. Ja, die kan er langs, weet je. En dan netjes op zebrapad gaan staan. Waar is die? Oh, voor ons, daar is die, mensen. Hallo. 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 5 minutes later. Oké, mensen, daar zijn we weer. Het was even een klein technisch probleem, namelijk de bus die had pannen. Maar goed, hij rijdt weer. Mijn excuses voor de onderbreking. Das krank sie mit Deutsche Bus. Zo. Ik kan de tijd helaas niet terugspoelen, mensen. Daar is niks aan te doen. Maar we hebben door een kleine storing zo'n 5 minuten tijd verloren, zeg maar. Collega. Dit is niet anders, hè. Als ik een video maak, gaat dat altijd verkeerd. Of storing, of iets met de microfoon, of iets met dit, of iets met dat. Nou goed, met die microfoon, wat is het eigenlijk, mensen? De microfoon zelf werkt prima, alleen er is iets met de drivers in Windows 10 die niet goed herkent, waardoor de microfoon soms wegvalt. En ja, dan kan je geen video meer maken natuurlijk. In ieder geval de Henegouwenlaan nu als volgende halte. Mensen natuurlijk weer vooraan opstappen. Ja, langs de ene kant is dat natuurlijk niet slecht gezien van OMSI. Want zo is het eigenlijk de bedoeling dat je vooraan aan het stoepje stopt. Bent u nou weer te laat? Hoi. Ze zijn aber rijkelijk. Ja, 9 minuten te laat inderdaad. Maar dat is te wijten aan te late vertrektijd. Hallo. En storing. Ik wil graag een retourtje. Dank u wel. Alsjeblieft. Beetje speeksel erbij. Baandreef. U bent altijd te laat. Nederlanders kunnen zeiken. Altijd maar zeuren in het leven. Door u kan ik mijn afspraak kunnen. Een retourtje graag. Ja, fuck jouw afspraken, vriend. Echt, fuck die afspraak van jou. Hoezo neem je het geld niet aan dan? What the fuck? Heb je een horloge of zo? Volgens mij ben je wel warm. Ik weet niet, was het gezellig of zo bij het begin. Te koud, te warm, te laat, te vroeg.
mag helemaal niet rijden hier op de busbaan. Museumpje hier voor onze neus. Lijkt wel Italië waar we rijden. Nou, hoezo Nederland? Station Oost. Nou, als je ziet wie er aan het stuur zit, dan weet je dat we niet op tijd kunnen rijden. Ja, we gaan die tijd ook niet meer inhalen als je ziet hoe lang het droog blijft. Veel mensen instappen. Knoei van de buschauffeur. Door u kan ik mijn afspraak niet meer nakomen. Als het misgaat, is het echt uw schuld en ik zal u het aanrekenen. U bent altijd Hallo. Te laat. Een retourtje graag. Dank u wel. Tot nog iemand die vriendelijk is. Appelstraat. Hallo. Ja, die schokjes die je ziet, mensen, dat is van de muis natuurlijk af en toe. Dat ik met mijn ene hand tegen de andere hand duw. Ik heb namelijk mijn beide handen letterlijk vol.
Kruisbessenstraat. Kijk, we rijden wel een beetje tijd eraf. Een minuutje eraf. Nou man, dat hoor je wel. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. Dank u wel. Eigen fout, maar Goeiedag. Lekker een beetje CO2 uitstoten, hè? Zodat het lekker gaat in 19. Ja. Ja, je komt alleen lijn 27 voorbij, dus ik ben hier blijkbaar nooit gereden met een van de andere lijnen. Dat zijn er nogal wat. Lijntje of 5, 6, 7 andere lijnen. Alle video's staan trouwens online. Best eventjes kijken bij de afspeellijst OMSI, daar vind je alle video's die ik van OMSI heb gemaakt achter elkaar terug.
Bent u nou weer te laat? Doe mij even een retourtje. Dank je. Hoi. U bent altijd te laat. Hallo, ik wil graag een retourtje. Dank u wel. Jeetje man, je vrouw is te laat. Sta je even nu te wachten? De bus. Dan kan je een keertje te laat komen, niet waar? En eerlijk is eerlijk, 8 minuten, waar gaat het over? 8 minuutjes te laat, hoe houden ze? Ik ben soms 20 minuten te laat. Half uur te laat. Soms wel een uur te laat. Hallo. Door u kan ik mijn afspraak niet meer nakomen. Als het misgaat, is het echt uw schuld en ik zal u dat aanrekenen. Mijn schuld? Oké. Okay. Met je lelijke pet. Eerlijk is eerlijk. Het is de schuld van het verkeer. Nou, eigenlijk ook niet. Het was de schuld dat we gewoon een paar minuten laat vertrokken zijn. Een minuutje of 3. En dan een kleine storing van 4 minuten die niet in de video zit. Die heb ik eruit geknipt. Maar ja, de bus reed niet meer verder. Hallo. Door u
u kan ik mijn afspraak niet meer nakomen. Als het misgaat, is het echt uw schuld en ik zou u wat aanrekenen. Bent u nou weer te laat? Je bent weer te laat. Altijd hetzelfde. Altijd te laat. Hallo, iets rustiger graag. Dank u. Een Rewe hier aan de linkerkant. Duitse supermarkt. Apart op een Nederlandse map. Maar goed, we rijden ook al met Duits kenteken rond. En reclame van die Duitse baan. Maar Rewe in Nederland? Nee, dat zul je niet snel gaan zien. Het is een beetje zoals een Deleuze of Carrefour. Die zul je ook nooit zien hier in Nederland. Thank you.
U kan echt afspraken niet maken, joh. Het retourticket, alstublieft. Is het echt uw schuld en ik zal u dat aanrekenen. Hallo, brave borst. Dag, beste man. Te laat. Hallo. We komen zo meteen nog voorbij de hogeschool. En dan komen we ook al dicht voorbij station Oost. Dat ligt niet heel ver vandaan natuurlijk. Je heet het ook weer, een retour of zo. Ik ben toch geen Fransman. Dank je. Beetje te messen voor een screenshot daarnet. Vandaar die bocht. En aan onze linkerkant zien wij een hele mooie rij met sociale woningen, beste reizigers. De buschauffeur is een beetje dronken aan het worden. Heb je nog twee stoelen, gaan de mensen gewoon recht staan. Snap je toch ook niks van. Deze steekt over de rood.
Brabantlaan. De eerste halte waar niemand ons op staat te wachten. Of uit de bus moet. Nou. We mogen blij zijn dat we net niet hoeven te stoppen. Ja mensen, binnenkort toch echt even een nieuw microfoon nodig, dat het opnemen wat makkelijker gaat. Met praten en spelen tegelijk. Of zo'n statiefje, dat zou ook wel makkelijk zijn. Want op zich, de microfoon doet het nog half. Anders kunnen we deze video niet meer maken, maar... Hij valt heel vaak weg natuurlijk, de microfoon. Dat is niet echt de bedoeling voor de kijker. We zijn bijna bij station Oost, beste mensen. Alleen nog de... Ja, één stopje nog. De Oostlaan. En dan komen we al bij station Oost. En daar gaat waarschijnlijk ook de halve bus... Tussen haakjes, hele bus eruit. Minuten vertraging. Dit komt door een storing aan het begin van onze route. Station Oost. U kunt hier overstappen op bus en trein. Rijtpunt. Vergeet niet uw persoonlijke eigendommen en afval mee te nemen. Daar gaan ze, beste mensen. Aangekomen bij Station Oost met 10 minuten, 11 minuten vertraging.
Zo mensen, dat was het weer. Dat was weer Omsi voor vandaag met de connection. Lijn 27 hebben gereden van Deentonwaardplein naar station Oost. Via de IKEA. We hadden een storing onderweg en dat heeft gezorgd voor 10 minuten verspeeltoen. In ieder geval mensen, wat onthouden we weer. Kenteken Robbie 8, die was niet echt om onze geluksengel. En die microfoon, daar moeten we een keer wat graag aan doen. Natuurlijk, ik zeg het al lang, maar ik heb momenteel niet echt de intentie, aangezien ik niet heel veel Omsi plays meer maak. Maar als iemand tegen me denkt van, ik heb een nieuwe microfoon op overschot. Of ideeën, laat het even weten. En stuur even een nieuw microfoontje op. Het is allemaal welkom. En dan krijg je misschien nog een shout-outje ook. In ieder geval mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Het is weer een waar genoegen geweest. We moeten nog één lijntje rijden. Dat is lijn 30 van Vlieburg. Dat gaan we een andere keer doen. En ik zie jullie graag dan. Tjus!